Welkom bij deze voorlaatste videoles Nederlands voor 5 AVV. Hopelijk hebben jullie de overige opdrachten inmiddels min of meer tot een goed einde kunnen brengen, zodat je nu enkel nog moet onderuitzakken en genieten van wat literatuurgeschiedenis. Ik heb vandaag 2 stromingen voor jullie in petto. Gelukkig liggen ze in elkaars verlengde, zodat de overstap behoorlijk doenbaar is. Er staan ook een 5-tal dichters op het programma. Ik zal de schrijversportretten dus iets beknopter maken, want ik zou toch van iedere dichter minstens 1 gedicht willen laten horen. Laten we dus niet langer rond de pot draaien en voortmaken. Op naar 1800, op naar de romantiek. Als eerste stroming hebben we het over de romantiek. Je vindt de bespreking van deze periode in je kennisoverzicht op pagina's 300 en 301. Hey! Ja, kom, schuif die kaarsen maar opzij, laat de rozenblaadjes aan de bloemen hangen en zet die melige plaat af. Ik heb het niet over die romantiek. Niet over de romantiek zoals we dat woord vandaag kennen. Tenminste, niet in de breed bekende betekenis. De romantiek die ik met jullie wil bespreken is de gelijknamige kunststroming. In de muziek kennen we inmiddels Beethoven al als de wegbereider van de romantiek, een stroming waarin we verderop componisten als Liszt, Wagner, Berlioz, Schubert, Rossini en nog heel wat anderen tegenkomen. In de literatuur zal je wellicht enkele kenmerken herkennen, aangezien de auteurs en de componisten niet alleen in dezelfde tijd aan de slag waren, maar elkaar ook meermaals beïnvloed hebben. In je boek lees je bij wijze van inleiding een en ander over het ontstaan en de sociopolitieke achtergrond van de romantiek. Daar pik ik straks wellicht even op in, maar eerst wil ik het met jullie over de kenmerken hebben. Het zijn er 3. Ten eerste, wordt de kunstenaar nog individualistischer dan hij al was. Wat hij, of heel af en toe zij, maakt, moet de persoonlijke opvattingen van de kunstenaar weergeven. Inspiratiebronnen zijn het eigen zielenleven, dat vaak rusteloos was, als een soort van bohemien, en elementen als drank- en drugmisbruik, liefdesaffaires, armoede en omzwervingen. Originaliteit staat centraal. Daarvoor wordt zelfs de relatie met het publiek op het spel gezet. Ten tweede zien we een duidelijke nadruk op het gevoel. Daarbij komen 2 gevoelens naar de voorgrond. Psst, dat zijn direct ook 2 termen die je best kent. Enerzijds is er de Weltschmerz, vrij vertaald een soort van wereldpijn, die het beste te vergelijken valt met melancholie of milde droefnis, tristesse. Anderzijds heb je zeenzucht, wat je zou kunnen vergelijken met een onvervuld verlangen naar iets onbereikbaars. Ideale liefde, een perfecte maatschappij, enzovoort. Nostalgie speelt hierbij een grote rol, in die zin dat je ergens wel beseft dat het nooit meer zal worden zoals vroeger. Let op, deze gevoelens, ze klinken misschien wel zo, maar ze worden helemaal niet negatief ervaren. Ze dienen als inspiratiebronnen voor de kunst en zijn dus bijzonder waardevol. En ten derde is een romantisch kunstenaar bijna per definitie ontevreden. Hij ervaart de wereld als één grote verzameling van tegenstellingen en conflict. Tussen liefde en haat, leven en dood, licht en donker, enzovoort. En dat heeft 2 gevolgen. Enerzijds is er zelfbevestiging, die de auteur kan verwerken in zijn kunst, en anderzijds is deze wereld vol conflicten de oorzaak van escapisme. Pst, escapisme, dat is ook weer een mooie term om te kennen. De kunstenaar vlucht daardoor weg van de werkelijkheid naar een wereld vol fantasie. En die wereld kan in het verleden liggen en kan daarnaast ook elementen als bovennatuurlijkheid, religiositeit en ongerepte natuur bevatten. De dood staat als thema ook regelmatig centraal. Voeg daar nog een dosis humor en ironie aan toe. De kunstenaar weet dat hij niets aan zijn situatie kan veranderen en lacht er dus maar mee. En dan heb je de ideale mix voor een romantische cocktail.
In welke historische periode moeten we deze romantiek nu plaatsen? Wel, de jaartallen in je boek geven aan dat je moet denken aan de periode tussen 1800 en 1880. Denk aan de nasleep van de revoluties, de Napoleontische oorlogen en het ontstaan van België in 1830, weet je nog wel. Maar bij het ontstaan van België ontstond ook de nood aan een soort van bescherming van de Vlaamse taal en cultuur. In functie daarvan werd de Vlaamse beweging uit de grond gestampt. En het is in die context dat we onze eerste dichter ontmoeten. Zijn naam, ja, die klinkt alweer als een klok. Ik stel jullie graag voor aan niemand minder dan Guido Gezelle. De eerste dichter die we vandaag bespreken is Guido Gezelle. Bij wijze van kennismaking neem ik het auteurskadertje op pagina 276 in jullie boek even door. Ik zal me tot deze biografie beperken, om de duur van deze video niet al te veel uit de hand te laten lopen. Maar dan moet je me wel beloven dat je onthoudt dat Guido Gezelle ongelooflijk fenomenaal belangrijk is. Hier ga ik. Guido Gezelle is priester en dichter. Hij heeft een afkeer van het stijve Hollands uit boeken dat hij in zijn kindertijd op school leerde en gebruikt het gemoedelijke West-Vlaamse dialect. Als romanticus heeft Gezelle interesse voor de natuur. Hij ziet daarin de hand en de grootheid van de schepper. Als priester gelooft hij sterk in God, maar heeft hij ook periodes van twijfel. Gezelle voelt zich nauw betrokken bij de leerlingen die onder zijn hoede staan. Hij stimuleert hen tot creativiteit en zelfwerkzaamheid en tot het gebruik van de volkstaal in plaats van het Frans. Die aanpak brengt hem in conflict met zijn oversten. Na enkele overplaatsingen slijt hij zijn laatste jaren in Brugge, waar hij sterft aan een ernstige infectie. Postuum, dat betekent dus na zijn dood, krijgt hij de vijfjaarlijkse staatsprijs voor de Vlaamse letterkunde in 1899, toegekend voor zijn dichtbundel Rijmsnoer. Je ziet dus aan deze korte biografie dat Gezelle een controversieel en eigenzinnig kunstenaar was. Hij koos zijn eigen richting, twijfelde regelmatig en kwam op voor zijn overtuigingen. Met zijn voorliefde voor de natuur kwam er al een romantisch element aan bod. Toch moet ik nog een belangrijk facet van Gezelle belichten. Het was namelijk een ongelooflijke taal- en klankvirtuoos. Hij speelde met klanken en herhalingen en maakte zijn gedichten op die manier ook behoorlijk speels. Als voorbeeld lees ik een fragmentje van zijn overbekende gedicht Het Schrijverke, waarin hij het snelle en schichtige bewegen van een waterkevertje beschrijft. Het Schrijverke. O krinkelende, winkelende waterding met het zwarte kabotsken aan, wat zie ik toch geer in uw kopke flink al schrijven op het waterke gaan. Gij leeft en gij roert en gij loopt zo snel, al zie ik u nog arm, nog been. Gij wendt en gij weet uw weg zo wel, al zie ik u geen ogen, geen een. Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn? Verklaar het en zeg het mij toe. Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn, dat nimmer van schrijven zijt moe. Gij loopt over het spiegelend water klaar, en het water niet meer en verroert, dan of het een gladdige windje waar, dat stille over het waterke voert. Zo, dit was natuurlijk nog maar een fragmentje, de rest kan je vinden in je handboek, en eventueel zelf eens lezen. Ach, meisjes, ach jongens, onze tijd is veel te beperkt. Ik moet nog zoveel onbesproken laten over Guido Gezelle. Nochtans zijn we goed bevriend en zou ik jullie veel over hem kunnen vertellen. Het is heel spijtig, maar er wacht nog wat schoons op ons, wees gerust. Op naar de neoromantiek. Als tweede stroming bespreken we de neoromantiek. Je vindt de bespreking van deze periode ook in je kennisoverzicht op pagina 311.
Van 1880 flitsen we naar 1970. Dat is dus van het eindpunt van de romantiek naar het beginpunt van de neoromantiek. Een sprong van 90 jaar die ons midden in een periode van economische recessie en crisis brengt. Waarom klinkt dat zo bekend? Die situatie brengt een algemene retrobeweging met zich mee. Een vluchtreflex naar het ik-tijdperk, naar het kleinschalige en naar de introspectie. Dus naar binnen kijken. We komen dus aan in een nieuwe versie van de romantiek, in de neo-romantiek. Van deze nieuwe romantiek overloop ik graag met jullie even de kenmerken. Daarna voeg ik er een viertal dichters aan toe, met telkens een van hun werken. Als eerste kenmerk zien we dat gevoelens van onmacht, moedeloosheid en uitzichtloosheid hoogtij vieren. Net zoals de klassieke romanticus, leidt ook de neoromanticus aan weltschmerz. Een tweede kenmerk is te vinden in een herstel van het spel met klassieke dichtvormen. Er werden in die periode heel wat sonnetten geschreven, onder andere door Gerrit Achterberg, die we eerder dit schooljaar al even bespraken, als ik me niet vergis. Daarnaast gebruiken dichters ook een plechtige stijl, met behoorlijk wat retorische figuren, aandacht voor metrum en archaïs, dat is ouderwets taalgebruik. Een derde kenmerk is de terugkeer naar klassieke romantische thema's. Doodsverlangen, de onbereikbare geliefde, vlucht naar het verleden, aandacht voor de natuur en een vlucht in de fantasie, het komt allemaal terug. Een vierde en laatste kenmerk is het gebruik van ironiserende, kitscherig, pathetische effecten. Dit gebeurde wel vooral in Nederland. En denk hierbij aan de ironie en de humor die de auteur uit de oorspronkelijke romantiek ook gebruikte. In de neoromantiek komt er dan nog eens bij dat het niet makkelijk is om uit te maken wanneer een dichter ernstig is en wanneer hij een pose aanneemt. Zo, en dan bespreek ik nu met jullie enkele dichters. Voor de eerste keer ik wel een stevig eindje terug. Hij ligt min of meer in het verlengde van Paul van Ostaijen, qua tijdscontext dan toch, en kan min of meer beschouwd worden als een tussenfiguur tussen de romantiek en de neoromantiek. Ik heb het over J.J. Slauerhoff. De dichter die ik nu graag kort met jullie bespreek is J.J. Slauerhoff. Jan Jacob Slauerhoff werd geboren te Leeuwarden in 1898. Hij was actief tijdens het interbellum en schreef in een stijl die neoromantisch en vitalistisch genoemd kan worden. Al tijdens zijn studententijd nam hij afstand van het normale studentenleven om een afstandelijke, bohemien-achtige houding aan te nemen. In 1921 begon Slauerhoff gedichten te publiceren. Dit was nog tijdens zijn studies. Na zijn studies combineerde hij dichterschap met een regelmatig onderbroken job als scheepsarts. Zijn eigen zwakke gezondheid speelde hem parten. Op zijn eerste reis kreeg hij al last van een maagbloeding en astma-aanvallen. Ziektes zoals influenza, longontsteking, malaria en tuberculose kwelden hem. En daarbovenop had hij ook te kampen met depressie. In 1936, kort na zijn 38e verjaardag, overleed hij in Hilversum. Ik lees van hem het gedicht Woningloze, dat je in je boek terugvindt op pagina 207. Hopelijk zie je zelf min of meer waarom Slauerhoff tot een van de vroegste voorbeelden van de neoromantische stroming wordt gerekend. Woningloze van J.J. Slauerhoff. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Nooit vond ik ergens anders onderdak. Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak, en tent werd door de stormwind meegenomen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen, zodat ik weet dat ik in wildernis, in steppen, stad en woud dat onderkomen kan vinden, deert mij geen bekommernis. Het zal lang duren.
maar de tijd zal komen. Dat voor de nacht mij de oude kracht ontbreekt en tevergeefs om zachte woorden smeekt, waarmee ik weleer kon bouwen en de aarde mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de plek waar mijn graf in donker openbreekt. Prachtig, hè? Hopelijk heb je zelf ook gemerkt dat dit een sonnet is. Nu, ik ga er verder niet al te lang meer bij blijven stilstaan, uiteraard. We vliegen meteen door naar de volgende dichter. Laten we het vervolgens even hebben over Gerrit Komrij. Nee! Als Slauerhof qua periode een beetje lastig was om met het etiket van neoromanticus te vatten, dan is de volgende dichter dat qua, ja, qua karakter. Ook qua opvattingen is het een beetje problematisch, maar om die zaken allemaal te gaan analyseren, hebben we echt een paar extra weken nodig. Ik houd dus bij het volgende. Gerrit Komrij, geboren in 1944, was een Nederlands dichter, schrijver, vertaler, criticus, polemist en toneelschrijver. Hij was van 2000 tot 2004 de dichter des vaderlands in Nederland, wel te verstaan. Hij stond bekend om zijn virtuoze en kleurrijke taalgebruik. Meneer, ik ben nog even niet mee. Polemist, wat is dat? Wel, kinderen, een polemist is iemand die al schrijvend deelneemt aan polemieken. En meneer, polemieken, wat zijn dat dan? Wel, kinderen, een polemiek is een openlijk gevoerde pennenstrijd. Een soort van geschreven discussie, vaak tussen vakgenoten, waarbij de ene persoon een stelling inneemt en de andere persoon die stelling dan aanvalt, vanuit een andere mening, opvatting of invalshoek. Dank u, meneer. Graag gedaan, kinderen. Mag ik nu verder gaan? Vrijheid is een belangrijk thema in de opvattingen van Gerrit Komrij. Hij overleed in 2012 na een kort ziekbed in een ziekenhuis te Amsterdam. Ik lees een interessant gedicht van hem voor, waarvan ik hoop dat je de humor snapt. Als dat het geval is, dan heb je misschien ook al ergens door waarom het etiket van neoromanticus een beetje moeilijk op Komrij te kleven is. Maar dus, het gedicht. De zwijgzaamheid van Gerrit Komrij. Eer maakt men lakens wit met inkt. Eer speelt men schaak met bezemstenen. Eer vindt men nog een roos die stinkt. Eer ruilt men stenen voor juwelen. Eer breekt men ijzer met zijn handen. Eer zal men stijgen in valleien. Eer legt men een garnaal aan banden. Eer leert men geiten kousen breien. Eer plant men bomen op de weg. Eer zal men kakken in zijn hoed. Dan dat ik u mijn ziel blootleg en zeg wat ik thans lijden moet. Voilà, en dan neem ik jullie nu mee naar de voorlaatste dichter van vandaag. Als voorlaatste dichter bespreek ik voor jullie Levi Weemoed. Levi Weemoed. Wat een naam. Natuurlijk is die naam te mooi om waar te zijn. Het is immers een pseudoniem, en wel van Isaac Jacobus van Wijk. Hij is geboren in 1948 en hij leeft nog. Na een studie taal- en letterkunde ging hij als leraar Nederlands aan de slag. Dit hield hij 13 jaar vol, maar van toch niet voldoende voldoening en stopte dus met lesgeven. Sindsdien is hij schrijver van korte verhalen en gedichten met een tragicomisch karakter. Niet voor niets werd zijn naam al duidelijk genoemd bij het vierde kenmerk van de neoromantiek in je kennisoverzicht. Ernst en pose zijn niet altijd even eenvoudig van elkaar te scheiden bij Levi Weemoed. Daarnaast hanteert hij ook vormen van humor. Ik lees met plezier een van de gedichten van Levi Weemoed voor. Trouwens, dat personage Levi Weemoed, daarover heeft Isaac Jacobus van Wijk zelf ooit gezegd dat het eigenlijk iemand is, een jongetje dat nog nooit echt is opgegroeid. Dus de ondeugendheid is ergens blijven steken. Misschien ontdek je dat wel samen met de andere kenmerken van de neoromantiek
in zijn gedicht. Gedeelde smart van Levi Weemoed. De hond ligt zachtjes snikkend in zijn mand. Droef peinst zijn baasje bij een glas jenever. Er hangen duizend boeken aan de wand, het geluk was hier bepaald geen gulle gever. Op straat waaien geluiden van een feest, een schrille lach, er valt een glas aan scherven, maar binnen zingt het wenen van het beest en zit zijn baas al uren te versterven. Ik wed nu dat geen sterveling ooit raadt wie nu die twee zo bitter treuren laat. Maar stuur toch in, wat aanspraak doet ons goed. Wij zien uw brief vol wanhoop tegemoet. Zo, mooi voorbeeldje van neoromantiek met de nodige humor. Dat waren drie Nederlanders. Zullen we voor de laatste dichter maar terugkeren naar de eigen streken? Dat doen we, want het is tijd voor Joti het hoofd. Als laatste dichter bespreek ik graag voor jullie onze eigenste Joti het hoofd. De laatste dichter alweer, lieve vrienden van de poëzie. Maar wat voor een. Joti het hoofd is geboren in Oudenaarde in 1956. Hij was enig kind en aanvankelijk was hij een voorbeeldige jongen met uitstekende schoolrapporten. Op de middelbare school ging het echter mis. Hij kende ernstige aanpassingsproblemen en werd van verschillende scholen gestuurd door zijn zwakke resultaten, zijn opstandige karakter en zijn onhandelbaar gedrag. Hij zocht dan maar toevlucht in de literatuur, bij schrijvers als Franz Kafka en Herman Hesse. Literaire heldenmensen, echt waar. Lees daar iets van als je kan, alsjeblieft. Maar ook in de poëzie. En ook in de muziek, bij bijvoorbeeld David Bowie, Frank Zappa en Lou Reed. En, ja, jammer genoeg ook in de drugs. Op zijn 14e zou hij al verslaafd geweest zijn. Na een passage in Gent, waar hij op kot ging, maar waar hij niet kon blijven door falende studies, verzeilde hij in het drugsmilieu. Er volgde een zelfmoordpoging die mislukte. Een jaar later werd hij opgepakt wegens drugsbezit en werd hij doorverwezen naar een opvoedingsinstelling. Na deze periode ontmoette hij Ingrid Weverberg, met wie hij op 19-jarige leeftijd in het huwelijk trad. Mede dankzij haar vader werd zijn debuutbundel gepubliceerd. Zijn vrouw, Ingrid Weverberg dus, verliet hem een tijdje na het huwelijk omdat hij haar mede door overmatig druggebruik mishandelde. De strijd tussen de doodsdrift en Joti het hoofd zelf werd gewonnen door de doodsdrift. In de nacht van 5 op 6 oktober 1977 overleed Joti het hoofd op 21-jarige leeftijd aan een overdosis cocaïne in een kleine kamer in Brugge. In zijn huis in Sint-Agatha-Berchem, dat binnenin trouwens helemaal zwart geverfd was, lagen 12 afscheidsgedichten met de boodschap deze mogen gepubliceerd worden. Je merkt het, een duister leven, vrij typisch voor die neoromantische ziel, en ook in zijn poëzie vinden we de neoromantische kenmerken duidelijk terug. Onvervulbaar verlangen, de spanning tussen droom en werkelijkheid, de droom zelf, het escapisme, de dood. Ik lees bij wijze van afsluiter een gedicht voor van deze veel te vroeg gestorven dichter. Het lied dat trouwens bij de intro en outro van deze video werd gebruikt, is trouwens een bewerking van een gedicht van Joti het hoofd, door Pieter Embrechts. Zeker de moeite om ook eens volledig te beluisteren. Een doodshoofd van Joti het hoofd. Mijn stilste en mijn trouwste vriend, getuige van het vele leed dat groeit, getuigenis ook van de verlossing en hoe een en ander wordt verdiend. Dat mijn doods hoofd mij eens en voor altijd wordt ontroofd door medemensen, eerst omkleed door wormen, dan geheel gedoofd. Somber, zult u zeggen, triest. Toch rest mij nog de stille hoop,
eens als schedel vriend te zijn, van anderen als wanhoop hen bevriest. Ziezo, lieve vrienden van de La VV, tot zover deze les over de romantiek en de neoromantiek. Hopelijk heb je er iets aan gehad. In de allerlaatste videoles, van volgende week dus, heb ik het graag met jullie over die andere stroming die met neo begint, namelijk het neorealisme. Maar dat is voor volgende week. Vul nu het Google Form nog in en dan zie ik jullie graag spoedig terug. Dag!